Het is dan wel coronatijd, maar gelukkig kan het schooltuinenproject van de Sint-Lambertusschool in Ritter gewoon doorgaan. Onder leiding van Tjeu en Jacques leren de kinderen de basisbeginselen van tuinieren. Toen jullie er niet waren, zijn Tjeu en ik al begonnen. Allereerst om te zaaien in de tuin, bloemen. En we hebben een aantal vakken hebben we leeggelaten. En dat worden straks jullie tuintjes. Laura, jullie zijn vandaag bezig met een schooltuinproject, ja. Hè? Wat vind jij daar leuk aan? Ik vind het vooral leuk omdat ik doe zelf thuis ook wel best wel veel tuinieren. En ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En wat doe je dan thuis? Of helpen met ook andere dingen zaden of onkruid weghalen. En wat vind je leuk om in de tuin te hebben? Zonnebloemen. En rozenstruikjes. En dan een soort van aardbeienstruikjes waar je nog iets, daarna nog iets van krijgt. En Jalen? Ik vind het vooral interessant. En ik heb, mijn broer heeft thuis ook een moestuintje. En daar heeft hij 4 soorten tomatenplanten: watermeloen, munt en paprika. En ik vind het gewoon leuk om te doen. En Renske, jullie wonen op een dorp. En jullie zien hoe alles groeit en bloeit, hè? Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar die kinderen in de stad, die hebben daar helemaal geen idee van. Vind je dat raar? Nee, niet echt. Want ik snap het wel. Want er zijn heel veel meer autowegen dan groen in een grote stad. En daar leren ze niet echt dingen op school van tuineren. Behalve als je een richting kiest daarvoor. En wat krijgen jullie dan voor lessen? Blink, rekenen. Taal, spelling. Maar wat met groen te maken heeft? Met groen, blink vooral. Want blink. Eerst was het natuur, maar dat hebben we al een jaar niet meer gehad. Waarom heet dat blink? Dat is eigenlijk aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, allemaal samengevat. Weten jullie al wat jullie zo dadelijk gaan doen, Job? Ja, we gaan het onkruid eruit halen. En en daarna gaan we plantjes volgens mij boven. En heb je dat wel eens gedaan, onkruid eruit halen? Ja. En hoe moet dat? Gewoon eruit trekken. Danny, en wat gaan jullie planten? Zonnebloemen. Wat vind je nou van zo'n project? Leuk. Wat vind je er leuk aan? Dat je het onkruid eruit moet halen en verzorgen. Fleur, wat gaan jullie zo dadelijk doen in het schooltuintje? Dingen planten voor op school. En wat gaan jullie planten? Toen net hebben we zonnebloemen geplant, alleen nu weten we nog niet wat we gaan planten. En hoe komt het dat jullie dat nog niet weten? Dat weet ik niet. Dat hebben ze niet verklapt? Nee. En ik hoorde dat jullie nog meerdere dingen in de tuin hadden, hè? Behalve radijsjes. Ja, radijsjes en sla en rode kool en ook courgettes en zo. En dat is vervolgens ook allemaal opgegeten? Ja. Oké, water, grond. En licht, en zo'n licht of warmte, Waarom doen jullie als school mee aan dit project? Nou, in de tuin werken doen kinderen normaal gesproken niet zo vaak thuis. En het werken in de tuin samen met Jacques en met Tjeu is natuurlijk hartstikke leerzaam interessant. En meer doen dan dat de meester vertelt is natuurlijk altijd veel leerzamer. En welke groepen doen eraan mee? Voornamelijk groep 7, 8, maar we willen het ook uitbreiden naar groep 5, 6. Wat is eigenlijk de bedoeling dat ze allemaal uit educatief oogpunt leren? Nou, vooral eigenlijk hoe de natuur werkt. Het zaaien, het poten, het groeien, het onderhouden, het bezig zijn met de planten. En daardoor leren hoe de natuur werkt en hoe je daar ook verantwoord mee om moet gaan. En hoeveel uur per week kun je voor ze iets vrijmaken? Nou, we plannen ongeveer een uurtje, normaal gesproken met de hele groep, een uurtje per week. En meestal is het dan een middag, eind van de middag of het eind van de morgen. En dan komen Jacques en Tjeu samen helpen. En dan zijn ze volop bezig. Meestal een half uur in de klas en een half uur met de handen in de grond. Dus de paadjes die zijn ervoor om zo weinig mogelijk de grond dicht te trappen als je gaat zaaien. Jacques, jullie hebben hier dat schooltuinproject. Van waar is dat initiatief ontstaan? Dat is ontstaan tijdens de monumentendagen.
Toen hadden we in het dorp een route uitgezet, die we ook met de kinderen gelopen hebben. En toen ik nog in het onderwijs werkte, heb ik dat altijd op school gedaan. En vandaar hier ook weer opgepakt. En toen heb je Tjeu gevraagd om mee te helpen? Ja, precies. En nou doen we dat in het kader van de stichting Edumare. En mijn echtgenote, Truus, die werkt daar ook aan mee. Het digitale stuk, dat hebben we nou tot toen de kinderen nog thuis waren, hebben we dat vormgegeven. En kun je een beetje uitleggen hoe dat eruit ziet, dat digitale systeem? Nou, wij maken een bladzijde waarin we informatie geven over één onderwerp. Ik maak van die bladzijde eerst een PDF en vervolgens een JPG. En die zetten we op Facebook. En de kinderen krijgen dan via de leerkracht die PDF-bladzijde toegestuurd. En jullie houden het eigenlijk ook heel simpel hier voor de kinderen, hè, om het, om erin te komen? We starten inderdaad, zoals je zegt, heel eenvoudig. De belangrijkste onderwerpjes die met tuinieren te maken hebben, die laten we de revue passeren. En laten de kinderen dan vooral zelf aan de slag. En wat vinden kinderen ervan? Nou, mijn ervaring is dat kinderen dat over het algemeen heel leuk vinden. Er zijn wel eens groepen die hebben daar wat meer moeite mee. En zeker omdat ze vaak voor het eerst buiten onderwijs krijgen. En ja, dan is de veiligheid van de ommuurde klaslokaal, die is er dan niet. Hè? Wat heb je in ieder geval nodig?